Vanavond trainersvisie 8. Roland ten Berge. Wat een heerlijke wedstrijd eigenlijk voor de neutrale toeschouwer. Afgelopen zaterdag tegen Scheveningen. Voor de neutrale wel, ja. Voor ons wat minder, denk ik. Ik denk dat het wel een leuke wedstrijd was om te bekijken. Ik heb ook zeker goed spel gezien bij mijn ploeg. Alleen, ik denk dat je... Kijk, we hebben al niet zo heel veel geluk gehad die laatste, vooral in die serie. En dat had mooi een beetje rechtgetrokken kunnen worden, denk ik, afgelopen zaterdag. En daar had ik ook nergens meer over gezeurd, hoor. Maar dan krijg je hem toch weer tegen. En nogmaals, dat doen wij niet goed. Maar goed, als je kijkt naar die eerste goal, wat voor een gigantische handsbal dat wel niet was. Dan denk ik ook weer van, voor mij staat die man er ook nog op 3 meter af. Ik zag het gelukkig later op die samenvatting, want wij zaten natuurlijk aan de overkant en daar krijg je dat totaal niet mee. Maar de spelers hadden eigenlijk ook wel wat meer kunnen protesteren. Of misschien hebben ze het ook weer niet goed gezien, ik weet het niet. Er stonden wat spelers achter, dus die konden het bijna niet zien. En de spelers die ervoor stonden, denk ik, die konden het denk ik ook niet zien, want die bal die passeerde hun en toen draaiden ze zich om en dat ging natuurlijk zo snel. Maar de enige die het wel goed kon zien, dat was zeg maar de mensen die in de lijn van van die paas stonden. En dat waren wij op de bank. Maar dat was de meneer met de fluit zelf ook. En die heeft het allerbeste kunnen waarnemen. En dat verbaast mij wel heel erg. Want het was echt wel zo gigantisch duidelijk dat zo'n volleybal onderhands opzet. Hoe noem je zo'n ding? Ja, precies. Technisch aardig goed. Ik hoop dat de scheidsrechter ook de samenvatting gezien heeft. Want dan heeft hij het ook wel heel erg duidelijk kunnen zien. En dat is dan wel weer een voordeel van DVS-TV. Maar het maakt de zaak wel nog frustrerender als je dat dan ziet. Ja, vond ik ook. Want ook in de tweede helft was er ook een gigantisch overduidelijk moment. Dat hun een bal met de hand weer meenemen. Ook bij een 2-1 voorsprong voor ons. Maar namen ze hem zo duidelijk met de hand mee. Kan gewoon niet duidelijker. En dan laat hij ook gewoon doorgaan. En denk van, hoe is dit godsnaam mogelijk, joh? Wat is hier in de hand? Laten we zeggen dat hij niet in vorm was. Want over het algemeen ben ik redelijk tevreden. Ik denk jij ook wel over het scheidsrechterscore in de derde divisie. Het zijn over het algemeen jonge mannen. En die doen het, vind ik, over het algemeen behoorlijk goed. Ja, ik heb ook nooit wat te klagen eigenlijk over scheidsrechter. Dus alle mensen maken fouten. Dus dat hoort bij het vak. Ik heb normaal daar niks over te zeuren. Maar ik vond in dit geval... soms gaat ook een beetje de manier waarop. Hè. Dus soms kun je jezelf ook wel wat kwetsbaar opstellen als je fouten maakt. En hij bleef een beetje autoritair, hoe wil je het noemen. En er gebeurden nogal meer dingen in het veld. Maar dat ga ik allemaal niet benoemen. Ook wat er naar Kaaivelde gebeurde. Dat was eigenlijk gewoon schandalig. Maar alles bij elkaar opgeteld, dat irriteert gewoon natuurlijk. Dat is vervelend. Dat irriteert. Heb jij zelf ook nog foutjes gemaakt of niet? Oh, dat is al best, dat weet ik niet. ik weet het niet. Of dat je achteraf ontevreden was over een wissel. Ik weet het niet. Nee, in dit geval niet. Maurice die moest er helaas af. En wat hebben we nog meer gedaan? Basiel bracht je er op een gegeven moment in, terwijl ik dacht, die verdediging en vlak daarvoor, die zaten toch gewoon lekker in de wedstrijd. En dan lijkt het me moeilijk voor zo'n type als Basiel, om dan die laatste, want die wedstrijd had een enorme impact, energieke impact. En ja, ik weet niet of dat zo gelukkig was, zeg maar. Dat bedoel ik er eigenlijk mee, hoor. Nou ja, vond ik wel. Ik vond een zeer goede wissel. Nee, dat vind ik prima. Ja, maar ik kan hem wel even toelichten. Kijk, hun gaan gewoon pompen op het laatste moment. Hè? Dus als hun gaan pompen en alles staat 1-1. En we hebben nog, even kijken, de klok stond volgens mij op 86. Dan halen we Benjamin eraf die eigenlijk helemaal kapot was. En de klok staat dan op 86, ga je wisselen. Nou komt hij op 87, 88 met een 1-2 voorsprong. En dat je weet dat een tegenstander alleen maar gaat pompen. En waarbij je ook weet als je met 2 spitsen blijft spelen. Ja, je kunt dan misschien nog wel wat in de tegenaanval. Maar je weet toch, die ballen ga je er niet meer uithalen. Want die keeper die staat al 3/4 veld. En die gaat al die ballen erin pompen. Dus dat heeft dan niet zoveel zin meer. En als je dan zoveel lengte op de bank hebt, dan is dat natuurlijk hartstikke fijn. Daar zat het hem ook niet in. Ik denk dat we het gewoon... En Basiel die kopte zelfs ook nog die bal gewoon goed weg. En daar was ook niks mis mee. Nee. Dus dat zie ik alleen maar als een goede wissel. Want je moet ook af en toe even een tempo er weer uithalen. Even hun spel weer onderbreken.
En ik denk dat het gewoon een grootste fout die we gemaakt hebben, denk ik, als je nou wel hebt over, nou, je hebt dan 30 seconden te spelen, zo'n beetje zo, je moet echt aftellen met elkaar. En wat doe je dan om, zeg maar, die tijd vol te maken? Ja, en daarin denk ik dat wij op het einde even een verkeerde keuze maakten om de bal in de ploeg te houden. Misschien kon je nog iemand vrij voor de keeper zetten met een directe bal. Maar lukt dat niet, dan moet je de bal houden. En ja, dat kan ik ook wel het team verwijten. Want niet alleen degene die de bal had, maar ja, met elkaar moet je dat denk ik ook aancoachen. Je moet dan ook zo slim zijn van geef hem dan niet meer weg. Probeer dan, loop dan naar de hoek toe met de bal, want het gaat echt om 30 seconden. En je weet hoe een spel is, dat is zo opportunistisch, met zoveel power. En ja, dat moet je ontregelen. En dan dat kan je denk ik maar op één manier doen, en dezelfde bal houden. Wat, ik vond het razend knap van DVS, na een kwartier. Ik dacht, oh, wat gebeurt hier allemaal? Nou, 10 minuten ongeveer, 12 minuten misschien. Maar ik was voor de radio, ik denk, oh, dit gaat helemaal verkeerd. Maar ze voetbalden zich er toch zeer knap onderuit. En opeens werd Scheveningen helemaal bleek en daarna in de tweede helft weer. En dat maakt die wedstrijd zo donders interessant. Ja, dat is ook moeilijk om daar, de vinger op te leggen. Want kijk, hun begonnen natuurlijk heel goed en wij niet goed. Zo kun je het heel eenvoudig zeggen. En wat is dan goed en wat is niet goed? Ja, het is denk ik het opportunisme, het tempo, de power waarmee hun speelden. En denk ik dat wij gewoon te laat waren om goed in de duels te kruipen. Ballen goed te blokken, goed samen te werken daarin. Daarin werden we een beetje verrast, ook doordat hun heel hoog druk begonnen te zetten in het begin. Dus daarin werden we een beetje verrast en een beetje overrompeld. Maar goed, ik denk dat we daarna wel vrij snel weer. Hè, kijk, en dan kun je wel zeggen van ja, we komen op 1-0 achterstand. Maar ja, die goal had gewoon 100% afgekeurd moeten worden. Hè, die panel, daar kun je wel wat over zeggen. Maar daarna pak ik het gewoon goed op. En dan heb ik een DVS gezien wat uitstekend door de linie speelde tegen een georganiseerde ploeg. En daar heb ik wel van genoten. Dat DVS niet kan knokken en niet kan vechten om iets over de streep te trekken, dat is een fabeltje. Dat weten we vanaf nu helemaal definitief, Roland. Ja, maar goed, dat heb je mij ook nooit horen zeggen. En, kijk, sommige supporters wel. Ja, maar goed, er zijn ook heel veel supporters heel positief. Dus, nou ja, goed. Kijk, het enige wat ik al zei van, als je terug weer kijkt naar die vier wedstrijden, dan is het gewoon een stuk frustratie. En die frustratie die komt dan uit van dat een tegenstander. Hè, nou, ik zat vanmiddag nog een potje FIFA te spelen met mijn zoontje. En mijn zoontje die kreeg iets van 10 kansen, hè, waarvan 5 keer alleen voor de keeper. En de tegenstander, wie het ook was, ik weet het niet, die zit online, heet dat, hè. Die kreeg 2 kansen en schiet ze er allebei in en hij verliest met 2-0. Nou ja, dat gevoel, een beetje dat je alleen maar bezig bent, kansen creëren, beter bent. En de tegenstander die krijgt 2 kansen en zo'n bal gaat erin. Kijk, dat is frustrerend voor een groep. En daar word je af en toe wel eens moedeloos van. Als speler natuurlijk zijnde en als trainer baal je daar natuurlijk van. Als staf baal je daarvan natuurlijk. En ja, dan zit het af en toe even wat tegen. Maar je kan niks anders blijven doen dan gewoon de dingen goed blijven doen en blijven knokken. En er komt ook weer momenten dat het weer mee zit. En nou ja, ik ben blij dat we nu de laatste 3 wedstrijden wel punten hebben gepakt. Het is dus toch een gezinsprobleem, die vele kansen en bal bezit. Ja, nee, ik sta niet in het veld. Dus. Geitje. we hebben nou de eerste competitiehelft gehad. Wie is voor jou? Ik weet dat je daar een hekel aan hebt om het over andere ploegen te hebben. Maar toch wil ik het vragen, en je mag er natuurlijk ook niet antwoorden. Wie is nou de grote favoriet voor jou? Wie is de beste ploeg? Welke is de beste ploeg? Ja, je weet, ik hou van voetbal. Dus ik kijk het meeste naar het voetballende gedeelte. En ja, er zijn maar een paar. Ja, dat ik al heel lang moet nadenken. Dat vind ik al vervelend. Maar toch wel de ploegen die toch wel een beetje bovenaan staan, of niet? Nou, weet ik niet. Kijk, kijken naar kwaliteit. Denk daar is meer volgens gewoon de meeste kwaliteit even over in de hele ploeg. En die kunnen dus ook, denk ik, gewoon met slecht voetbal punten halen, omdat ze heel veel individuele kwaliteit hebben. Ja, voor de rest weet ik niet. Ik vond HSWA een aardige ploeg. Ja, ik weet het niet, hoor. Ik ben er niet zo mee bezig. DWS is ook al een aardig ploegje. Ja, nou goed. Ik vind wel weer dat wij goed voetbal spelen. Dat vind ik belangrijk. Ik denk dat wij worden geen kampioen. Dat durf ik wel te zeggen. Maar
Nou, wij zijn wel in staat bijvoorbeeld, als wij zeg maar ook de kansen die we creëren, als we die afmaken, ja, dan kunnen we best nog wel voor een verrassing zorgen. Maar ja, ik denk dat dat af en toe wel wat heeft tegengezeten. En ja, ik denk in sommige wedstrijden moet je ook wat slimmer zijn als het gaat om van hoe begin je aan de wedstrijd, hoe lang blijf je in de wedstrijd. Maar al met al denk ik gewoon dat wij met fris voetbal gewoon bij het linkerrijtje kunnen komen en in die ruime middenmoot kunnen komen. En ik heb er ook nog half vertrouwen in dat wij een goede serie gaan neerzetten en dan kun je ook zo 4-5 worden. Ik ben het gewoon met je eens. Roland, dit is bijna het eind van het jaar. Heb je DVS nog wat te zeggen? Ja, natuurlijk. Je overvalt me een beetje. in eerste instantie hoop ik gewoon weer dat we een mooie tweede seizoenshelft ervan gaan maken. Hè? En dat, daar hebben wij natuurlijk weer de steun van alle mensen nodig. En, je kunt over het afgelopen jaar zeggen dat wij gesteund zijn en dat wij goed voetbal hebben gespeeld, vind ik. Alle vrijwilligers die hebben zich hard ingezet. We hebben mooie momenten meegemaakt, we hebben teleurstellingen meegemaakt. Hè? En we hopen gewoon weer op een succesvol jaar volgend jaar. En met name de eerste seizoenshelft. Precies. Ja, precies. Ik wil ook namens DVS TV wil ik je een heel goed jaar wensen. Goede feestdagen en een fantastische jaarwisseling. En een heel mooi komend jaar. Jullie ook bedankt voor alle interviews. Oké, joh. Okay.